Goedemorgen allemaal. Rondje hardlopen, zondagpraat. Was weer lekker in Gassel. Lekker weetje. Ik ben wat op tijd gegaan vandaag. Ongeveer een uurtje eerder. Dan is de temperatuur niet zo heel erg warm. Of heet, of met hoe dat je het zeggen wil. Vandaag een leuke dag. Mijn moeder wordt namelijk... 80. Vandaag, 13 juni. Zoals in een eerder zondagpraatje al een keer kunnen horen, was vorig jaar door de corona gebeuren was het wat minder prettig met mijn moeder gesteld. Uiteindelijk is ze in het verzorgingshuis terechtgekomen. Ja, daar is ze echt goed opgeknapt. Echt goed opgeknapt, zodat ze weer een beetje kan lopen achter de rollator. Dat ze niet meer helemaal onafhankelijk of afhankelijk is van verzorging. Ze kan wat dingetjes zelf gaan proberen te doen. Dus helemaal geweldig, helemaal goed. En vandaag gaan we dit vieren. Met een aantal genodigden. Het mag gelukkig weer. Dat is wel het fijne eraan dat wij toevallig net... mogelijkheid hebben gekregen om dus die viering te doen met een aantal belangrijke personen erbij. Dus ja, helemaal leuk. Helemaal leuk. Voor de rest, nogmaals, ja, ik ga vandaag een leuke dag tegemoet. Mooi zonnetje, mooi weertje. 22, 23 graden wordt het hier ongeveer. Dus nou, voor zo'n verjaardag leuk. Mijn moeder heeft eigenlijk altijd wat met haar verjaardag. Dat we het ja, goed weer treffen. Vrijwel altijd zonnig. Altijd iets met een sportevenement. EK, WK. Vroeger ook regelmatig met familieleden bij mijn moeder thuis verjaardag gehad. En dan het Nederlands elftal die dan op die dag speelt. Nou, kijken zal ik natuurlijk. Allemaal een beetje wat gedronken. Nou, dan de wedstrijd bekijken. Nou, al dagen lang dat de wedstrijd verliest. Dat ze Nederland de wedstrijd verliest of wint. Dan wordt natuurlijk de stemming daar beter of wat iets minder beter door. Echter. We hebben daar nooit last van. We hebben daar geen last van. Bij zo'n verjaardag ben je toch in de verjaardagstemming. En dan is zo'n wedstrijdje erbij is leuk om te zien met een aantal mensen. Met daar. Haar zwager, haar zus, noem maar op. En vandaag worden daar geen voetballen gekeken, want dat is vanavond pas. Voor die tijd zijn we natuurlijk alweer terug. Het feestje is maar ongeveer een uurtje of drie lang. Het moet er niet te lang zijn, dat kan ze niet aan, dat hebben ze niet. Maar nogmaals, ik ben lang blij dat we überhaupt nu een feestje mogen vieren. En dat ze nog steeds in ons midden is. Super, echt blij mee. Dus in deze zeg ik ook, man, van harte gefeliciteerd met je 80ste verjaardag. En ik hoop dat we er nog wel enkelen aan kunnen plakken. Maar goed, nogmaals, dat we niet altijd voor het zeggen. Er zijn dingen die kunnen gebeuren waar je geen grip op hebt. Maar laten we daar maar niet vanuit gaan. Maar gewoon straks lekker een feestje vieren. Tot nu of twee. Laat ik even thuis wat oefeningen doen. Ik ben natuurlijk niet helemaal klaar met mijn sporten. Laat ik even oefeningen doen. En dan vanmiddag lekker feestje bouwen. Lekker een feestje bouwen, no? Zeker weten. Oh. En achteraf, ik ben blij dat ik eerder ben gegaan. Want het begint nou lekker warm te worden. Dat zie ik op mijn dashboard, nu al 20 graden. Het is 10 uur in de ochtend. Dus tja, kun je zeggen, het scheelt maar een graadje of 4 met vanmorgen. Want toen ik vanmorgen naar het bos reed, was het ongeveer een graad of 14, 15. Maar dan is het toch net even iets lekkerder. Dan is het net even iets lekkerder om te lopen. En zo is het. En zo is het. Nou. Wat doen we nou?
Alperta. Zo. Nou, dat was het dan. Mijn zondagpraatje. Nogmaals, vandaag niet zo heel erg veel bijzonders. Als wel dat natuurlijk de verjaardag van mijn moeder. Waar ik natuurlijk heel erg trots op ben. Nogmaals, gezien de omstandigheden die we vorig jaar hebben gehad. Is dit alleen maar fijn. Nou zeg ik, ik hoop dat we er nog enkele jaren aan vast kunnen plakken. Op deze manier met dit mooie weer wat we nu vandaag hebben. Dus nou, ik zeg nogmaals, vandaag niet heel veel bijzonders. Maar goed, zoals ik al zeg, zondagpraatje, ik wil hem erin houden. Ongecensureerd, gewoon zo. Ik neem hem op, ik ga niks bewerken. Dit gaat dadelijk gewoon op ons kanaal. Dus dingen, random dingen. Heb je iets, heb je een onderwerp waar ik een mening over zou moeten gaan hebben? Of iets dergelijks. Of wil je dat ik daar een mening over ga verspreiden of iets dergelijks? Geef het even aan in de comment hier beneden. En dan ga ik kijken in hoeverre dat we daar iets mee kunnen gaan doen. Dus dan zeg ik, blauw duimpje omhoog, even abonneren op ons kanaal, De Stofjes. En dan zie ik jullie volgende week zondag weer terug. Ik zeg, ciao.